Hey, Mr. Bassman, I'm asking just one thing. Will you teach me? Yeah, the way you sing. Hoe bereidt de echte marathonschaatser zich nou voor op de winter? Ja, er zijn 1000 wegen die naar Rome leiden. En ik bereid me het beste voor met skileren en met fietsen in de zomer. Zodat ik straks weer topfit aan de start kan staan. Nou, ja, ik denk veel fietsen in de zomer. Gewoon echt lekker aan je duur werken. En heel veel marathonrijders die komen ook al naar de skielerwedstrijden toe. Dus dat vind ik zelf heel erg leuk. Kijk, dat is geen leukere manier dan trainen dan dat natuurlijk. Ik denk dat het voor iedereen wel verschillend is. De ene skielert weer heel veel en de ander fietst weer heel veel. Je moet doen waarbij je het fijnst voelt. En ik heb een combinatie en fietsen en skieleren. Normaal ben ik eigenlijk alleen maar aan het skieleren. En denk ik helemaal niet aan de winter. Maar omdat ik nu de overstap ga maken naar het team van Jillet, ben ik er al iets meer mee bezig. Ik ben geen echte fietser en geen echte skieleraar. Dus ik pak niet heel veel wedstrijden mee. Maar daarnaast ben ik gewoon hard met de ploeg aan het trainen. Veel op de fiets wel zitten en veel op de skielers doen. Dus op die manier probeer ik te zorgen dat ik in oktober goed ben. Bij Groene Hart bij ons ben ik de enige die skielert. Dus de rest van de ploeg die is heel de zomer aan het fietsen en aan het skieleren als training. En ik ben heel de zomer marathons aan het skieleren en op de baan. Wat vind je zelf het leukste in de voorbereiding? Ik rij wel het liefst wedstrijden, want dat motiveert me ook het meest om lekker hard te trainen.